vandaag kampioenschap van Drechteland. Er was al een behoorlijke strijd op de social media. Maar een van de strijders, Monique Spicht, die loopt niet. Nee, ik heb gisteravond het bericht niet mee gaan doen vandaag. Dus nog meer zenuwen. En de andere is? Marijke Boon, maar die heb ik nog niet gezien. En ik heb ook niet eigenlijk gevraagd aan haar of ze mee ging doen. Ik zie het eigenlijk altijd wel op de ochtend zelf. Wat verwacht je er zelf van? Ik verwacht dat ik het wel netjes ga doen. En als ik maar gewoon lekker heb gelopen. Maar ik hoop wel natuurlijk dat ik op het podium kom. Vandaag. Nee, ik liep echt heerlijk mijn eigen tempo. Dus dat was lekker. Vorig jaar 28.01 geloof ik en nu 28.50. Ja, oh ja, beter juist gedaan als ik, maar even goed tevreden hoor. Heerlijk gelopen. Ja, dus dit zat erin en meer niet. Dus, Je hebt gewoon je eigen tempo gelopen achter een of andere heer. Je zat op een gegeven moment met een dame voor je, maar kon je niet bijhouden. Nee, er liepen 3 dames in totaal voor me en die waren wel echt te snel hoor. Ze zijn me ook zo voorbij gegaan. Ik heb ze niet eens bij kunnen houden eigenlijk. Dus die waren te snel. Wat zit je nou aan te denken als je aan het lopen bent? Nou, ik heb muziek in, dat leidt af. Dus dan luister ik lekker naar. En voor de rest ben je een beetje echt gedachteloos hoor. Er valt niet veel over na te denken. Je bent je toch aan het concentreren. Ik denk dat ze van de hand staan om het hartje te zien. Ik ben van zeker. Richard Kramer, eerste man uit Drechteland. Ja, dat klopt. Nou, niet helemaal. Twan Groot die was voor me, maar die deed niet mee met het kampioenschap. Jij deed wel met het kampioenschap en jij bent gewoon de eerste. Ja, dat is zo. Dat ga ik niet tegenspreken. Hey, en was het een zware loop? Ja, het viel me eigenlijk mee. De laatste jaren is het weer een beetje een opbouwwedstrijd. Voor het crossseizoen, dus de eerste wedstrijd. En dan ga je meestal de tweede helft helemaal stuk. Maar nu ging het hartstikke goed. Kon ik aardig tempo houden, een beetje verslappen. Maar was heel blij mee. Ja.